Geweldig schoon dat er zoveel mensen zijn van vroeger die wij een feest voor verzorgd hebben en of die bij ons gewerkt hebben. En ik ga het wel druk verwachten, maar zo niet, want we kan eigenlijk gewoon niet weg, want die rij die blijft maar staan. Ja, ja. Hoe is het nou voor jullie om te zien, hè? Want toen kwamen de zonen die kwamen in het bedrijf. Ja. Is het ook altijd een wens geweest? Ja. Die zonen van ons die hebben van het begin af aan, toen ze konden werken, mee moeten helpen. En dat vonden ze wel interessant. Liever als ze naar een baas gaan. Onze Frans zei, nog een paar maanden bij een baas gewerkt in een garage. Maar nee, hij zei, ik blijf liever thuis. Ik zeg, je mag thuis blijven. Ik zeg, maar je moet wel werken. En af en toe zal je zondags ook wel vrij hebben. Meestal moeten we zondags werken. Hè? Want dan moeten wij in het weekend, hoofdzakelijk. Onze kostverdienen. En die zijn altijd goed gegaan. En die hebben daar later tussenbouwer worden ook overgenomen. En die zijn meer aan het bouwen gegaan. En de een zaaltje naar de andere. En ja, ons mama is nog tot zijn 60 jaar in de keuken gestaan. Ja, en ik toch ook wel toen mijn 58 jaar in de café. Maar dat is eigenlijk allemaal wel heel soepel verlopen. En nou hebben ze zeker nogal uitgebreid en ja, het is best moeilijk om, als je zo'n zaak hebt om er vanaf te komen. Maar nou hebben we eigenlijk heel goede ervaringen met de gebroeders van Oosterhout. Die zijn er ook, die hebben een jaar of drie, vier hier gewerkt. Dus ze zijn ingewerkt en die doen het heel goed. Die hebben er echt zin in en ik heb er echt goede hoop dat het goed zal verlopen. Ja. Jan en Frans, we hebben net met twee trotse ouders gesproken, maar voor jullie natuurlijk ook een hele bijzondere dag vandaag. Ja, het is wel echt heel mooi. We hadden natuurlijk wel verwacht dat er veel mensen zouden komen, maar dit overtreft al echt elke verrassing. Ik ben er gewoon helemaal sprakeloos van. Het is, en zijn het dan mensen met name die hier ook gewerkt hebben? Want natuurlijk, als je in de 50 jaar, heb je natuurlijk zoveel werknemers gehad. Die zijn er natuurlijk heel veel bij, maar er zijn ook heel veel gasten. Dus ja, het loopt ook door elkaar heen. Hè. Natuurlijk, onze werknemers die hebben hier ook zijn feesten gevierd. Ik zag net mensen die hadden meer dan 50 bruiloften bij ons gehad in de loop der jaren met de hele familie dan. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om die te zien. Als je nou, inmiddels is het in andere handen gekomen. Hoe is het voor jullie om dan hier zo te zijn? Nou, dat is eigenlijk nog behoorlijk eigen. Komt Jeroen en Erik, die hebben zo lang met ons samengewerkt en hebben zo lang erover gedaan. Om elkaar een beetje naadloos te laten verlopen. Dus ja, we voelen ze eigenlijk gewoon helemaal thuis. Het is helemaal niks vreemd. Ik weet nog alles te liggen. Nou, ik denk dat wij gewoon goed ons best hebben gedaan. Heel hard hebben gewerkt. En niet te veel pech gehad. Dus we hebben gewoon de tijd mee gehad. We hebben een mooie tijd gehad. En we hebben nog steeds een mooie tijd. Dus voor ons is niks als positief wat we hier ervaren hebben. Dus laat het ons zomaar doorgaan. Dus, ja, dat hadden wij natuurlijk ook niet verwacht. Maar ja, het is volle bak, zoals wij dat zeggen. Ja, dat zou je eigenlijk wel iedere dag willen, toch? Ja, daar slaan we in ieder geval niet over. Zo'n gezelligheid en zo'n opkomst is super. We hebben al eerder gesproken met de vorige generaties. Het is wel leuk te zien dat ze zo trots op jullie zijn. Hoe ervaren jullie het om nou eigenaar te zijn van zo'n mooi complex? Ja, eigenlijk als een heel groot compliment, want we hebben ja, de kans gekregen 5 jaar geleden toen we begonnen en nu 2 jaar voor onszelf. Ja, en je krijgt gewoon met zoveel mensen te maken die feest willen vieren omdat het altijd goed is en nog steeds goed is, gelukkig. Dus ja, we zijn alleen maar blij dat we dit kunnen en mogen doen. Dus, we zien het ook net niet als een hobby, dat niet, maar ja, het is wel gewoon een een geweldig beroep dat we hebben en we mogen mensen blij maken, dus ja, super. Een van de krachten van de Pandoer werd gezegd de ultieme samenwerking. Jeroen, hoe ervaren je, want je bent natuurlijk toch met je broer aan het samenwerken, hoe gaat dat samen? Ja, het gaat eigenlijk heel goed, vooral omdat we ook veel van elkaar accepteren. We zijn met verschillende dingen heel verschillend,
En daarin vullen we elkaar denk ik ook heel goed aan. En wij kunnen, wat ik al zei, heel veel van elkaar hebben. Dus als we ooit eens een meningsverschil hebben, dan is dat binnen no time opgelost en we gaan gewoon verder. En ja, dat is denk ik wel de kracht, dat je verschillend bent en toch hetzelfde bloed en van elkaar hetzelfde doel hebt. En ja, dat is, voor ons werkt dat perfect.